Het parlement heeft gisteren de wet op bescherming moederschap met algemene 29 stemmen goedgekeurd. Voorzitter van de commissie van rapporteurs, Jennifer Vreedzaam, vindt dat de aanname van de wet van historische waarde heeft, vooral omdat er een achterstand van tientallen jaren in de private sector is ingelopen. Nu de wet is aangenomen, hebben ouders recht op betaald verlof en wel tot 4 maanden na de geboorte van hun kind. De vrouw heeft nu een recht, een vooruitgang in haar sociaal leven, voorzitter, en dat doet mij goed. En ik hoop dat wij volledige ondersteuning krijgen van uw college om deze wet mee te stemmen, om met deze wet mee te stemmen, voorzitter. Het is een historisch moment, dus ik hoop dat wij allemaal onze stem ook op deze wet zetten, voorzitter. Dank u wel. Minister Suharto Mustadja van Arbeid motiveerde dat met de aanname van de wet Suriname een stap heeft gezet naar een welzijnssamenleving. Hij zei ervan bewust te zijn dat ook de economische voorwaarden belangrijk zijn voor dit welzijn. We hebben nu met z'n allen ervoor gezorgd dat we inderdaad een extra kader hebben gemaakt om datgene wat het staatshoofd in zijn jaarrede verwoord heeft, een welzijnssamenleving tot stand te brengen. Betekent ook dat wij dit kader nodig hebben. Natuurlijk hebben wij de economische ontwikkeling als noodzakelijke voorwaarde om die welzijnssamenleving tot stand te brengen. Wij bedanken u en uw medewerkers, maar ook de onze, meester Piru en zijn juristen, voor hun belangrijke bijdrage. Maar ik bedank ook de sociale partners die ons vanaf het begin ook hebben ondersteund en hun bijdrage hebben geleverd. Aldus minister Suharto Mustadja van Arbeid gisteren in het parlement. De wet op bescherming moederschap is gisteren met algemene 29 stemmen aangenomen.